Dames en heren, welkom. Ja, we gaan vertrekken vanaf dit fantastische pension, hotel, vanaf dit fantastische plekje. Als je reist zoals wij, kom je echt hele gekke dingen tegen. Waaronder dit. Dit plekje is het meest memorabele. niet het meest memorabele, maar wel een van de... via Booking of Google, ik weet het niet meer, hebben we dit gevonden. En het was betaalbaar, maar ja, het ontvangst. Een meneer is in een pyjama broek achter riet. Hartstikke hartelijk, maar de manier waarop. Fantastisch. We gaan naar het Zwarte Woud vandaag. Alleen, ik zat al over een uur heen en ik was pas op de helft. Ik knip hem gewoon in tweeën. Dus ik ga mijn best doen om te kijken of ik dinsdag en donderdag een filmpje kan uploaden. Dus dan heb je deze week dan zeg maar twee keer een filmpje. Ik beloof niks, want ik ben heel de week van huis af tegenwoordig. Ik moet het in het weekend doen. Nou, dat kost best wel wat tijd, zeg maar. Zonder het te willen afraffelen, want als je het afraffelt, dan kun je natuurlijk veel sneller doen. Maar goed. Supermooie wegen gehad. De dag ervoor heeft het ook hier, of eigenlijk 's nachts, flink geregend. In de richting waar we op gingen, heeft het de dag daarvoor echt heel veel geregend. Dus het is wat dauwig, het is wat dampig aan het begin van de dag. Het is ook al te zien. Mijn ruit die is wat, je ziet het nu, een beetje beslagenachtig. Beetje vochtig. Als je naar achteren kijkt, niks aan de hand. Maar naar voren toe is het redelijk... wat ik al zei. Het heeft flink geregend. Echt een fantastisch leuke route. We hebben gezegd, we willen die kant op. TomTom, doe je best. We hebben niet echt een route gekozen. Alleen, we willen die kant op. Nou, dat hebben we geweten. De instellingen van de TomTom, die hebben op een gegeven moment mij even aangepast. Maar dat zien jullie zo wel. Ik laat jullie even. Veel plezier met kijken. Het is een filmpje van 46 minuten en 30 seconden lang. En dan nog een kleine tractatie. En ik heb even jullie hulp nodig. Ik kom er zelf niet helemaal uit. Dus ik wil even jullie mening hebben.
zoals jullie wel kunnen zien, zijn we over het algemeen niet echt hardrijders. Gemiddeld zitten we op deze route rond de 60, soms daarboven, maar echt niet veel. Dus relaxed. Al zei, de snelheid lag ook wel eens iets boven de 60. Niet vaak, maar in dit geval wel. Het was echt zo'n mooi stukje weg. Echt, als ik eraan terugdenk, dat glooien, dat die bochtjes, niet te scherp, niet te flauw. Gewoon lekker. Echt, ik heb zo'n leuke vakantie gehad. Moet nou kijken.
Let op, er staat zo meteen aan de linkerkant een dame in het geel. We hebben al meer van dit soort mensen gezien. Ik heb een stuk uit de route geknipt hier links. Deze mensen zijn we al vaker tegengekomen. Met hekken en dingen. En we werden ook al aardig aangestaard. Ken je dat gevoel dat je ergens inrijdt waar je niet in hoort rijden? Een wielerronde of zo? Wij hadden een beetje een voorgevoel, zeg maar. Die politieagent die hier ook staat, dat je denkt, ja, doe maar niet. Doe maar niet. We willen niet aan de kant. We hadden geen idee of er een Tour de France of iets dergelijks in de buurt was. Zo naïef zijn we wel. Later heb ik het opgezocht. Het was niet de Tour de France volgens mij. Dus het zal iets lokaals geweest zijn. Maar ja, toch maar een beetje doorrijden. Want ja, wie weet zijn we het voor. Ik denk ook dat we het voor waren. Ja. Misschien waren ze het wel de Tour de Femme trouwens. Nou, anyhow. Dit was best een amusant moment achteraf. Op dat moment hadden we iets. Doorrijden. Kijk nou.
Hier, op dit stuk weg, is het asfalt nog glad. Het is smal, maar glad. Het is goed te doen. Geen probleem. Maar, nog wel. Je hoort het al. Je ziet het al. De motor gaat wat heftiger op en neer. En dankzij TomTom zijn we aangekomen op Very Small Road. Dit zijn de weggetjes waar El echt van houdt. Ze is me enorm dankbaar als we dit soort weggetjes rijden. Ze zit gelukkig niet naast me, want ik nu een hengst voor mijn denk ik. Dit is ook echt... ik heb heel veel van dit weggetje afgeknipt. Als je hier met een off-road motor zou rijden, fantastisch. Het lange veerweg. Dit is echt een leuk weggetje voor een GS of iets dergelijks. Iets met lange veerwegen, maar niet met een BMW 1100 RT met ingekorte pootjes. En ook niet met een Goldwing. Ik doe het hoor, ik bedoel, ik red me. Maar dit is het laatste stukje. Hier gaan we, of zijn we al een heel eind naar beneden. En komen we zo weer op de doorgaande weg uit. Maar ja. De nokkels van El waren wat witter dan... dan nodig, zeg maar. Ze vindt het echt niet leuk. Ze doet het. Zonder problemen. Maar ze vindt het niet leuk. En nogmaals, met een GS of zo, ik kan hem je aanraden. Ik heb de GPX-file volgens mij. Dus iemand die dit wegje zoekt, laat maar weten. Oh ja, en jullie horen onze stemmen niet. Dat komt omdat die opname er ook gewoon niet is. Helaas, helaas. De eerste dagen zijn die opnames van de stemmen mislukt. Het staat gewoon niet op de camera. Het staat ook niet op de geluidsrecorder, niks. Af en toe hoor je... Daar was ik heel blij mee. Not.
bepaald moment heb ik deze camera ook aangezet, zoals je dus kunt zien. Batterijdingen. De eerste paar dagen van de vakantie was ik niet zo op mijn kwijtgeraakt, zeg maar. En nou, hebben we niet zo super veel beeldmateriaal. Dat scheelt qua monteren wel een heleboel. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ja, dat dus. Hij staat nu in ieder geval aan. Ik heb ook, ik heb echt overal heel veel geknipt. Het is ook hier. Dus, dit is een van de beelden van de camera voorop. Dat is het mooie van die 360 camera. Ja. Die blauwe tas rechts over mijn schouder, voor het beeld links dan, rood achter me, dat is mijn EHBO-tas. Die probeer ik altijd wel mee te nemen, voor het geval dat. Is niet voor mezelf, dan wel voor een ander. En mocht er met één van ons iets gebeuren, dan is de kans groot dat we iets bij ons hebben. Je weet maar nooit ondertussen. Je hoeft het niet zelf te doen.
Het is een beetje laat in het filmpje. Maar wat jullie waarschijnlijk ook wel merken is dat de motor van El ook in het geluid mee is opgenomen. Dus niet al het geluid wat je hoort is van de Goldwing. Er zit ook een tweecilinder BMW R1100 RT tussen.
Zo, wij gaan zo meteen aan de rechterkant bij een boulangerie even wat was er. Wij zetten de motor voor een hele mooie kerk, een hele bijzondere kerk. Hier zo rechts heb je de boulangerie met een terras, dus daar hebben we even pastorie, boulangerie, ja, daar hebben we heerlijk gegeten. De vraag die ik zo meteen heb, dat had ik aan het begin van het filmpje gezegd. Ik heb drie stukjes van de route, zeg maar. Het zijn alle drie dezelfde. Alleen met een andere kaart, een andere animatie, een andere invulling. Wat vinden jullie nou de mooiste? Ik vind persoonlijk... Nee, dat ga ik niet meer zeggen. Ze kunnen alle drie exact hetzelfde. Dus het laatste filmpje, dat is de meest uitgebreide. Die... ja, dat kan dus ook bij filmpje 1 en 2. Goed, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is filmpje 1, er komt zomaar straks nog filmpje 2 en filmpje 3 uiteraard. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor het graag. Ik lees het graag in de comments. De groeten, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi.